Mij die past niet, hè? Nee, het past echt niet. Dan neem je die wel een keer mee terug. Ja. Dus van de trouwjurk van Eddie's moeder. Ja? Ja. Oh, dat is een heel mooi iets, zeg. Schitterend. Maar dus of die past, nou, het zal haast wel. Want jawel. Alexander die past dan hem ook, dus. Ja, dat zal wel. Ja. Oh, ja, het is een opgeruimd schat. Opgeruimd hummeltje. Ja. Om jou schoon een broek geven. Om jou schoon een broek geven. Het is wel lekker, hè? Lekker beukje aaien. Hoppla. Ja, dat is ook goed voor stress. Ja. Ja. Dat is ook zo gezellig. Oh ja. Ja, moest je draaien maar met de rest van de klok om. Ja. Ik blijf ze toch stijf stilstaan. Leuk. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik weet wel, toen als Yvonne geboren werd. Toen hebben de eerste dag dat zij geboren is, hebben onze Kees en onze Erik, die hebben de hele dag met een stoertje naast de wieg gezeten. Ja, zie je dat? Die zeggen, maar je hebt tante nou niet gehad, hè? Maar... Het is leuk dat daar ook een meisje wordt. Zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn, hè? Ja, we hebben ook al twee jongens, dus. Ja, dat hoor je. Dan krijg je bij ons zijn ze paard. Onze Hans heeft het ook niet aan. Nee, maar die is thuis gedoopt. Ja. Maar zij is niet zo groot als Alexander volgens mij. Nee. Ja, ben je aan het protesteren? Je moet toch een mooie jurk aan? Hè? Je moet toch een mooie jurk aan? En Ingeborg is aan het dopen. Zijn er dan meer of is er alleen? Nee, nog een tweeling is er. Ja, dat is bij ons in de kerk ook wel hoor. Dat er meer zijn. Het schijnt hier door. Oh, jij controleert ook niet, Ingeborg. Nee hoor, ze niet op de weegschaal of zo. Al die tijd. Ja, dat moesten wij, hè? Op de weegschaal naar iedereen. Ja, nee hoor. We werken net als gek. Dat doen we niet. En als ze daar niet genoeg hadden, dan moest je een flesje erbij maken. Oh, ik werd er helemaal gek. Ah, dan word je toch helemaal gestoord. Dan was het dus 20 graden en dan kon je, als ze er 100 mochten hebben, dan moest je er 80 bijna maken. Toen had ik voor onze wil geen weegschaal. En ik kom de eerste keer op de rol. Dokter, ze weten wel zeker dat het kind bij de geboorte 5 pond was. Zeg, dat weet ik pertinent zeker. Ja, er was er nog geen 4 pond meer. Oh. Dat was helemaal een ramp. Ja. Toen zegt ze, mijn moeder die heeft niet gewogen natuurlijk. Ik zeg, nee, ik zeg, want ze hebben het me gewoon afgeraden. Ja. Ze weten wat ik doe, voet ze is. Ja, en kijk dan. Nou, ik hou praktisch niet. Nee, ik ook niet. Ik vind wel, ze zijn nog zo klein. Hij is ook nog een klein ebeltje. Ja, vind ik ook. Er is wel nog anderhalf jaar. Dat is toch niks nog. Hè, poppetje? Zal mama jou doen? In de maxicoosje zetten? Wat vind je, Eddie? Dat is goed. Ja. Dan ben je allemaal aan het doen, schat. Hij heeft een mooie auto. Oma. Oma? En opa komt direct ook, hè? Oma direct ook. Ja. En andere oma toch ook zo. Ja, dat zal het direct zijn. En toch wel twee oma kinderen. Dat zal het direct zijn. Dan gaan we een kind even shoppen. Ja, dat ziet er schattig uit. Leuk, hè? Mooi. Zo maar draaien. Ik ben niet schattig. Ja. Zo. Mooi. Zo. Netjes overheen. Keurig, dan ben je echt een bruidje. Isabel? Moppelpot. Een bruidje. Moppelpotje. Je kunt er ook goed van maken, hè? Moppelpotje. Ja, ben je. Ja, hè? Ja. Kijk eens hoe mooi ze eruit ziet.
Eentje.